De liefde. Het is wel wat. Nu, ik merk in mijn praktijk dat er heel veel mensen zijn, zowel mannen als vrouwen, die echt wel verlangen naar die ene stabiele, mooie, prachtige, vervullende liefdesrelatie voor den altijd en altijd en eeuwig. Den dia. Nu, ik begrijp dat heel goed, dat je daarnaar verlangt. Hè. En daarvoor gaan ook sommige mensen geen relatie meer aan of durven ze hun hart nog maar amper openzetten, waardoor dat je natuurlijk heel veel verliest en ook niet durft springen. Want ja, springen, dat is natuurlijk een gokske wagen van mijn hart openzetten. Gaat het lukken, gaat het niet lukken? En dat is altijd iets dat je op voorhand niet echt kunt weten. Nu, bepaalde mensen, ja, die kijken dan soms heel teleurstellend terug op vorige relaties of op vorige dates, zal ik maar zeggen. Van, oh, weer de verkeerde, weer ene met rode vlaggen. Of, oh, dat was ze weer niet. Of, maar toch, je ontmoet niet zomaar iemand. Wat heeft deze persoon jou moeten komen vertellen? Wat heeft deze persoon jou moeten komen leren? Iedereen komt op jouw pad met een reden. Dus uit elke vorige relatie, of dat die nu positief was of niet, het maakt niet uit. Die persoon is jou iets komen leren. Die persoon heeft jou iets waardevol bijgebracht, ook al heeft die persoon jou misschien enorm gekwetst. Toch heb jij daar iets van geleerd of kan je daar iets van leren. Dus grijp die kans alsjeblieft ook om nog steeds die lessen aan te gaan en nog steeds open te staan om te leren. Dus elke sprong dat je waagt op vlak van de liefde is sowieso met je twee handen iets moois grijpen. Oftewel, is het een vaste, stabiele liefdesrelatie forever and ever? Ofwel, is het een ontzettend mooi cadeautje, een les, ingepakt met een mooie strik. En het is aan jou om te kunnen ontrafelen wat dat die les is. En dat is niet altijd gemakkelijk, maar als je een beetje bewust bent, kan jij ook wel jouw stukje daaruit vinden. En ga ook eens nadenken van welke spiegel kwam deze persoon mij voorhouden. Want alles wat jou gespiegeld wordt, zit ook nog in jou. En daar kan jij ontzettend uit groeien, ontzettend uit leren. Dus ik zou zeggen, niet gesprongen is altijd mis. Dus durf springen, durf dat hart terug openzetten en durf terug voor die mooie, pure liefde te gaan. Want het moest eens lukken. En anders groei je weer enorm en ga je weer verder en heb je weer een pakje mee in jouw levenslessen bundeltje zitten, bij wijze van spreken. Ik wens je heel veel succes en ik zou zeggen, let love rule. Doei doei!